Wat ons erg aangenaam verrast heeft, is dat heel veel mensen er aan mee hebben gedaan. Op een aantal plekken is er zelfs een ware wedloop ontstaan van uh, kies dit gebouw of kies dat gebouw. En daar zijn we erg content mee. Wat gaat er nu gebeuren met deze uitslag? Nou, wat nu gaat gebeuren is dat samen met de Gruidpoort uh, gewerkt gaat worden dat ik het ook digitaal kan gaan printen met 3D printers. Die printers die zullen ook van een doetruggums bedrijf komen. Uh, jongeren. Binnen de kruidpoort zullen die stappen gaan zetten. Dan gaan ze eerst kleine schaalmodelletjes maken om te controleren. Loopt het allemaal goed? Hoe gaat het allemaal? Nou, die negen schaalmodellen die komen ergens te zien. Het zijn het Stadslab, het zijn het Stadsmuseum. En vervolgens gaan ze de echte schaalmodellen maken. Nou, die zijn zo'n 30 centimeter hoog, dus dat zijn vrij forse. Nou, dat duurt even om dat te maken. En die komen vervolgens overal in de binnenstad te staan. En wat is eigenlijk het totale kostopraatje van dit project? Nou, alles met elkaar. Dus het uitzoeken, het maken, de printers, de begeleiding, het tentoonstellen, want dat moet natuurlijk ook buiten bewaard kunnen worden. En zodanig dat het ook een beetje. ...tegen sneeuw en regen en wind en vandalen kan... ...daar is de schatting dat het zo'n 40.000, 45 45.000 euro alles met elkaar kost. En wat is eigenlijk het belang van dit project? Een van de dingen die gert Hospers geconstateerd had... ...toen hij een, een, een kijk op de stad had gemaakt, hè, Doetinchem op ooghoogte... ...zei hij eigenlijk van die binnenstad die toevallig in de gemeente Doetinchem ligt... ...is een binnenstad voor heel erg veel mensen die ver buiten de gemeente wonen. Maar als ik in die binnenstad rondloop... Appelleert het eigenlijk helemaal niet, he. roept het helemaal niet de gedachte op van dat het dan de binnenstad voor de achterhoek is. Nou, hier is geprobeerd om die verbinding te maken met een aantal toonaangevende gebouwen die mensen van de gemeente om ons heen zelf hebben gekozen, die dan ook een plek in die binnenstad krijgen. Dat moet iets beeldends maken van eh, die binnenstad is voor iedereen.